plain, ordinary, wishful dreaming. De schrijver Johnny van Doren knalde aan het begin van de jaren 60 met een ongelofelijke herrie de literaire wereld binnen. Zijn provocerende act als Johnny the Self-Kicker schudde vele mensen wakker. Uit de nu volgende film blijkt dat de veel te vroeg overleden van Doren vooral een zeer ontroerend mens was, met een scherp zintuig voor valse lentes. Dan heb je altijd met je jeugd te maken. De jeugd is puberteit. De jeugd is ontdekken van een volwassen wereld. En een tegenstand tegen die volwassen wereld ook vaak. Agressie tegen die volwassen wereld. En daarom blijft jeugd eindeloos een testcase. Al ben je nog 80. Nu komt Johnny. De broeder. Mijn broeder, ik ben op zoek naar Valhalla. Naar een regenboog achter het eindeloze strand van lucht. Van eeuwige lucht. Het centrum wat we om zich brengen al. Wit helder licht. Op een zondagmorgen werden mijn ouders opgeschrikt door het geronk van vliegtuigen. Een oorverdovend lawaai dat naar niets anders kon wijzen dan naar een invasie vanuit de lucht. Met gebalde vuisten en gekweld door onmacht zagen mijn ouders toe hoe er in korte tijd een hel werd geschapen waarin dood en verwoesting domineerden. Het front kwam dicht in onze buurt. Ze evacueerden naar het dorpje Beekbergen aan de rand van Apeldoorn. 2 maanden na de slag werd ik al daar in het zonnehuis ter wereld gebracht. Iedere dag schuimde mijn vader op de fiets de boeren af voor een hapje eten. Als zuigeling moest ik in die tijd meer te eten hebben gekregen dan als ik mijn eerste levensdagen zou hebben gesleten in vredestijd. We hadden het geluk dat we nooit helemaal zonder zaten. Maar zoiets valt pas achteraf te concluderen. In ieder geval moest je ervoor ploeteren. Het viel niet mee. Het draaide om nu. Wat de dag van morgen zou brengen, daar kon je beter niet aan denken. Als de kleine maar heel heids door de oorlog kwam. Een brief. Ver van de stad van waar hij werd afgezonden. Maar aan de mensen van deze stad gericht. Want zo leefden er 100.000 mensen uit Arnhem. Eens overhaast en onder granaatvuur geëvacueerd. Ze wonen hier en daar bijeen, op een boerenerf, aangewezen op de hulpvaardigheid van anderen. Op mijn 4e, 5e jaar waren mijn hersenen al tamelijk opgefokt door de oorlogsgeschiedenissen die mijn moeder, terwijl ik grote borden pap aan het verorberen was, mij telkens weer opdiste. Mijn hoofdje was werkelijk vol van kanongebulder, brandende huizen, de walm van gebraden mensenvlees, mitrailleurgeratel, afweergeschut en overvliegende bommenwerpers. En dan peinsde ik ook nog heel wat af over het levensgrote probleem van mijn moeder. Ze was namelijk in Duitsland geboren en getogen, later naar Nederland gegaan, met mijn vader getrouwd, nam daardoor als prins Bernhard onze nationaliteit aan en ze kantte zich al een vrij vroeg stadium tegen de moffen. Ik heb het vermoeden, maar dat is allemaal hinein interpreteren, dus achteraf interpretatie. Ja. Maar ik heb toch het vermoeden dat ik op mijn 12e ben begonnen met imitaties van vuurwerk en met geluiden. Als grap, als een soort joke, als een soort opluistering van feesten en partijavonden. Bij je ouders thuis? Bij je ouders thuis, ja. En dat vonden ze, op oud jaar vonden ze ontzettend grappig als ik bijvoorbeeld vuurwerk imiteerde. En bepaalde dingen die kon ik nadoen. Dus ik maakte geluiden na die te maken hadden met de oorlog. Dus met vuurwerk of oorlog of met feest of geluiden van de wind. Ja.
hebben de eer u te begroeten. We hebben ook een groot plezier u te begroeten. Wij zien vele bekende en onbekende gezichten. Wij denken dat er op dezelfde woensdag en vrijdagavonden ook interesse bestaat voor moderne poëzie. Een aantal mensen van Amsterdam's Leidspleinmilieu hebben een weekendje de boel op stelte gezet. Na afloop van het weekend zijn we s'nachts heel laat zijn we naar Arnhem gegaan, waar we waren uitgenodigd, want ik zou een fenomeen ontmoeten. En het fenomeen dat bleek een kleine, zwetende, verlegen jongen te zijn, aan wie ik werd voorgesteld. In afwachting schaarden we ons rond een keukentafel waar hij op was gaan zitten. En opeens stond hij op en bracht daar iets ten gehore wat ik alleen maar kende uit de boekjes en de literatuur en wat al niet. Er bleken ook nog woorden achter schuil te gaan en betekenissen die ook te lezen waren op je eigen ritme als je, als je het ging lezen. Prachtig, prachtig, prachtig vond ik het. Het was helemaal surrealistisch, absurdistisch, dadaïstisch. Het was helemaal, het was puur, het was naturel. De geboorte van de zelfkikker moet in jouw eigen leven een legendarisch moment voor jou zijn geweest. Dat herinner ik me nog heel goed. Het was op een middag, mijn moeder was even boodschappen doen. Ik was alleen in mijn ouderlijk huis, mijn vader zat op kantoor. Ik zat in de achterkamer en ik denk opeens sprong ik bovenop de tafel in de achterkamer. En er welde een gedicht op, in me op, wat me deed herinneren aan imitaties die ik al eerder had gedaan op feesten naar partijen, vuurwerk. Vooral op het oude jaar natuurlijk. En, dat gaf altijd een enige hilariteit in de familie. Ik kreeg zoiets opeens, ik stond op die tafel opeens te roepen van... Centrapad, woem, zich brek, nul, wit, held, wit, licht. Opeens kreeg ik een soort ritme door via eigenlijk een feestsketch. Dus een oerritme kwam door me heen. En ik dacht opeens dat is poëzie. En later ben ik me ook gaan verdiepen in de jaren 20, de dadaïsten. Mm. En ook vooral Paul van Oostaaien, die ook zulke gedichten, klankgedichten schreef. In de jaren 50 raakte ik ook geïmponeerd door de 50ers. Ik vond het alleen vervelend dat ze geen referentie gaven naar de jaren 20 toe. Dat werd verzwegen. Een andere verworvenheid is, lijkt me, dat de literatuur in Nederland wel van gezicht is veranderd door onze kleine revolutie. Werd je ook nog door andere mensen geïnspireerd? Ja, door de natuur. En, door de wind, door de sneeuw en door de stormen. En door mijn vriend Guurt van Dijk, een boerenschilder uit de Betuwe. Die woonde bij zijn ouders in een boerderij. Op de dakkamer van die boerderij had hij zijn atelier. En hij werkte gewoon daar op het land, trok bieten uit de grond. Hielp ook mee met de slagmaans, met het slachten van varkens. En hield ook erg van varkens. En daar kwam ik heel erg graag. En ik was een soort stadsjonker, toch? Ja. En ik was al te laat. Ik kon geen boer meer worden, maar dat wist hij ook wel. Vandaar heb ik ook ontzettend veel geleerd over de schilderkunst. Door alle eeuwen heen. En dat heeft me eigenlijk meer geïnspireerd nog, moet ik zeggen, dan de literatuur. Wij stonden op de Rotterdamse Bank, dat was op Gilruisplein. Daar had je van die trappen en dan deed hij een groot theater en had hij de jas binnenste buiten aan, dat de voering zo glim naar buiten was. En dan had hij volk nodig, dan was ik ook volk, ik stond onder in de trappen. En dan deed hij daar een oerdicht of zo, of zoiets. Hij wilde een heldendicht schrijven, een groot werk maken. Met eeuwigheidswaarde en, ja, iets prachtigs. Hij had het instinct om iets te beschouwen, zo. En dat, als je dan zijn boeken leest later, dan komt dat ook uit de verf. Beschrijft mijn ouders dat ik dat doe, dat er degelijk erachter zit. Het vervallende dood, wat erachter geluurd. Ze wisten niet op het moment die mensen dat ze
Ze waren zo met het moment zelf bezig. Als ze gebakjes aan het eten waren. En mijn vader of oma Kees speelde op de piano. En ze genoten van die muziek. De mensen waren zo waanzinnig gelukkig. Ook gewoon met een dagje fietsen. Ze kwamen niet ver uit Arnhem. Bij Ede op de Hei zaten we dan wel eens met een deken uitgespreid, met een thermosfles. Koffie, waren we tevreden. Keerden we terug naar huis. Die mensen van die tijd waren nog niet blasé in de jaren 50. Cabaretesk meisje met paarse mascara om haar ogen. En modieuze, uitdagende kleren stelde me de klassieke vraag: doe jij ook wat in de kunst? Een blos van schaamte verscheen op mijn wangen. Tegen kunst keek ik hoog op. Ik had wel eens de aandrift gehad om tegen mijn ouders te zeggen: jongens, ik word kunstenaar. Om eerlijk te zijn, ik was pas naar het kunstenaarschap gaan verlangen nadat ik de tv-uitzending had gezien over Karel Appel in de serie Dit is uw leven. De vriend van Appel, de dichter Lucia Bert, gooide bij die gelegenheid een glas water over zijn hoofd. Hij zei erbij dat het een experimenteel gedicht was. Het had een diepe indruk op me gemaakt. Voor mezelf nam ik het besluit. Ik word dichter. Maar nu een meisje me vroeg of ik ook wat in de kunst deed, durfde ik niet te zeggen, ik ben een dichter. Vandaar dat schaamrood. Vond ik de vraag naar mijn oordeel te overdreven, daar speelde nog de factor mee dat ik bevreesd was voor vrouwen. Ik had het nog nooit met een meisje gemaakt. U begrijpt wat ik bedoel. Maar ja, wat kon je anders verwachten van een groenzoete van 15 jaar die door zijn pluizig groot baardje er 4 jaar ouder uitzag. Veronderstel dat ik zo'n artistiek meisje mee naar huis zou nemen. Mijn ouders zouden de zenuwen krijgen. Ze was te geil. Oh, mother. I'm sitting in a cold mother, I speak free. I'm sitting in a cold mother, I speak free. Yeah, Johnny speak free. Yeah, Johnny speak free. Yeah, Johnny speak free. Yeah. Gonna be free, yeah. Gonna be free, yeah. Gonna be free, yeah. Toen ik vanuit de provincie kwam, had ik in de krant gelezen dat in Amsterdam zijn marihuana-rokers. In Amsterdam, met foto's erbij, zag ik duistere foto's met hele grote ogen, meisjes met hele grote ogen in alkoven of keldertjes. In Amsterdam bestaat alleen maar uit, daar moet ik naartoe, dat is de vrijheid. Dat is die naïviteit die mij... Daardoor ben ik naar de grote stad gegaan. Toen ben ik op een bepaalde morgen gaan liften naar de grote stad. Om te beginnen dus, zullen we moeten begrijpen dat het roken een rituele dwanghandeling is. Het rokertje komt immers uit de grond, uit de moeder aarde. Het wordt gedroogd, gefermenteerd en verwerkt tot het lichaam dat het sigaretje is. Ik had kennis gemaakt met het milieu van de Leidse pleiners, oftewel de pleiners. Ik trok ook veel op met de medicijnman in onze westerse asfaltjungle, Robert Jasper Grootveld. Een rasverteller. Ik hing aan zijn lippen. Een fijne ontdekking was die van de wiet en de hash. Door het loodzware taboe dat er op de marihuana rustte, vonden doorlopend politierazzia's plaats die aan de middeleeuwse heksenjachten deden denken. Maar wat ik toen niet zag, was dat die scène, dat je met je neus in de boter valt, dat het zo bruiste en giste, dat die scene op zijn toppunt zat. Dus seksueel, high, naar alle kanten toe. Er is een voorbereiding voor nodig geweest, nota bene, geloof ik, van na de Tweede Wereldoorlog, heb ik achteraf pas begrepen. Ondanks alles bleef het de bloeitijd der pleiners. Door fans werd ik menigmaal als een boeddha op een matje rondgedragen, van het ene gasvrije krothuis naar het andere. Ten einde in die vervallen, naar de hongerwinter riekende huizen, buiten mezelf te raken van poëzie. Oh, maar wat ik doe nog hard als in het middelbaar rijdt, of wat ik goed zonder als u nog rijdt. Dan wil ik het achter zwaarder zijn. Ik doe het genoeg, 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 ik doe het genoeg. De hand zit in het testament, wat zegt ze tegen? Hij was daar buiten. Hij was niet meer te horen. Ze stemmen naar huis, hij aardig aan, hij is aardig aan.
Hoor je? Kan jij niet rustig zijn? Ik wist niet wat ik zag, wat ik meemaakte vanuit die provincie. Want had ik de grootste moeite bijvoorbeeld met een meisje bijvoorbeeld om naar bed te gaan. Dat ging helemaal, of bijna niet. Of dat het was zo'n slaapplaats, je had een bed, had je ook. In Amsterdam waren er slaapplaatsen zat, overal het kus en de kuur. En je kwam ergens binnen en daar lag al gewoon vrouwenmensen, die lag al in bed. En soms ook een beetje vervelend, die gooide je weer uit en weer erin. Ik kreeg gewoon heel rauwe gedachten in die tijd. Een soort puberale rauwe gedachten kreeg ik over. Dus van de ene chick naar de andere chick en... Ja, en dan weer een gebakken eitje en dan stal je weer een fles melk buiten de deur. En zo ging je van het ene huis naar het andere huis en steeds krankzinnige verhalen van al die mensen die erin kwamen. En wat me toen al opviel was dat ik als een soort zombie door die wereld heen ging. Ook met die vrouwen eigenlijk. Die kenden ook helemaal geen liefde op dat moment. Wakker werd ik naast een mooie vrouw. Het was met leventje wel. Op het kleine tafeltje naast het bed lag een stukje hasjes klaar. Om aanstonds door ons te worden opgerookt. Ik vrede hem nog eens lekker tegen haar warme slaaplichaam aan. En zojuist had ik op de wekker gezien dat het tegen 10 liep. Gek te bedenken dat ik een paar maanden geleden op zo'n tijdstip al lang en breed in de schoolbanken zat. Want was er in een korte tijd toch veel met me gebeurd. Ik had ook al een pseudoniem aangenomen, Johnny de Selfkicker. Ik begon al aardig bekend te raken in Amsterdam. Speciaal mijn optreden als geluidspoëet op een kunstenaarssociëteit had erin gehakt. Een beatnik kwam de kamer binnen en bracht ons thee op bed. Een vrij, vrij leven. Aha, de desperado met zijn coyote. Ik strekte nog eens uit, doezelde weg, moest weer even geslapen hebben. Ik was hardhandig wakker geschud door een luid belgerinkel aan de deur. Iemand deed de deur open en toen, Jezus, Jezus, oh nee, dat kon niet missen. Op de gang hoorde ik de stem in het Duitse accent van mijn moeder. Het was een hallucinatie. Het is niet te beschrijven wat ik voelde. Koortsachtig schoten door me heen, adressenboekje thuis laten liggen, tijdens niets van me laten horen. En ze hebben dat schandaalartikel gelezen, Johnny de Selfkicker in een marihuana-milieu. In minder dan een seconde zag ik het voor me. En toen was mijn moeder al in de kamer. Ik kon van mede door de grond zakken. Haar mond viel open toen ze me daar met een vrouw in bed zag liggen. En het was ook nog een ontzettende rommel in het optrekje. En overal hashpijpen. Ze stamelde ongearticuleerde klanken. Ik raakte over mijn toeren. Ik vervloekte haar, mijn moeder. Ik ken je niet. Wat doe je hier? Ga weg! En eigenlijk onmiddellijk had ik er spijt van. Maar misschien wel door het touchante van alles bleef ik me doorschreven wegwezen. En ze bleef er maar staan aan de grond genageld. En ondertussen ik me graaien naast het bed naar mijn onderbroekje. Dat ik eindelijk te pakken had en onder de lakens aanschoot. En een overhemdje, het bed uit, broek en schoenen aan. In een vliegend eiltempo verliep het. Dan duwde ik haar de gang op, het huis uit. En als een soort trance liepen we door de straten, zwijgend naast elkaar. Ik had zo'n spijt. En het duurde een hele tijd voordat ik het stilzwijgen doorbrak. Ik heb het niet zo bedoeld. Ze keek me aan en ze zag dat ik het meende. Ze stelde voor om ergens koffie te gaan drinken. We streken neer in een chic gepliceerd café-restaurant op het Damrak. Ik geloof dat het de Pool was. Die sfeer met die geruisloos lopende obers en die ruime canapés voor thuis. Het was precies geschikt om van de overspannen emoties wat bij te komen. Mijn moeder trok een rimpel in haar voorhoofd. Johnny, je moet oppassen. Je vader en ik maken zich ernstige zorgen over je. Ik probeerde haar gerust te stellen. Het was van schrik. Ik wist echt niet meer wat ik deed. Maar het is allemaal misschien minder erg dan je denkt, moeder. Echt, moeder, heus. Ik loop niet in de zeven sloten tegelijk. Er zit een grote kans in dat ik in Amsterdam ga maken als dichter. Als je maar oppast met... Je weet wat ik bedoel. Nee, dat weet ik precies, moeder. En niet verslaafd raken aan die marihuana, hoor. Ze bedoelde het zo goed. Ik kon me nu goed voorstellen als ik in haar situatie was. En zelf een zoon had van 17. En die was zoals ik. Ze pakte mijn hand en stopte daar een bankbiljet van 25 gulden in. En laat iets van je horen. Hou contact. En laat iets van je horen. Hou contact. Hou contact. Thank you.
Als je wil horen hoe je klinkt. Of misschien willen de heren technici het wel horen hoe ze klinken. Dag Jan. En Jan Hanlo is hier om te weten hoe die klinkt. Op 28 februari waren 25 dichters in verdeeldheid verenigd, zoals Bert Schierbeek zou opmerken, in Carré bijeen om op uitnodiging van Simon Vinknoog en Olivier Boegen met hun poëzie een publiek te bereiken groter dan het aantal kopers van een redelijk goed lopende bundel. Verscheidenen waren al in de loop van de dag Carré-waarts getogen om vast iets van de sfeer te proeven en hun stembanden op kracht en deugdelijkheid te controleren. Moet het kapot? Johnny de Selfkicker. Misvatting omtrent zien zoveel. Aangeknaagd door bosjes vrouwen vertoon ik de kust en de keur mijn sensationeel extreem orgasme. En aan mijn voeten de aanstellige erecticus van de romanticus RS. De kamer volgepropt met naakte chicks en een tumultueuze woordenvloed schiet uit mij met jenever beneveld inwendige los. En terwijl ik een losbandige fladderbewegingen op een lage granieten tafel rondspring, denken twee calvineten een verdieping lager aan het vermoorden van de huisbewoner, de loose semi-arts BH. Mijn kamer verhuurd voor een uur of twee. Mag ik een koffie en een Frans cognacje? Napoleon? Napoleon. En een kopje thee gaan. Maar ja, dat is ook geen kattenpis om als op je zevende jaar in Amsterdam te komen en als zelfkikker te gaan starten. En op de bühne te komen, gewoon, wat voor de meeste mensen is. Gewoon, daar staat een psychopaat, dat is geschreeuw. Voor mij had dat ook een hele diepe achtergrond. Voor mij was het gewoon, dat zijn oerdingen. Weet je. Ik vergeleek het ook niet met kunst niet alleen, maar ik combineer het ook altijd met sport. Ik heb het altijd op het niveau gezien, bijvoorbeeld zoals een gewichtheffer en een halter. Bij een oefening van gewichtheffers hebben we al gezien dat de gewichtheffer die halter te lijf gaat en dat hij grommend en kwijlend om die halter, zo heb ik het één keer meegemaakt, om die halter heen loopt en die accu helemaal oplaat. Dat hij dat enorme punt heeft bereikt dat hij staat hij ervoor dat hij opeens via vloep je halt en toen merkte hij dat had hij het punt nog niet bereikt. Dan viel hij zijn zoutzak even helemaal in elkaar. Er lag helemaal een zoutzak in elkaar. Ze moest weer die accu weer helemaal opnieuw opladen. Het ging een uur na, kwam dat weer. Dus die man die begon weer en die uitdaging. En dat is de overwinning van de zwaartekracht was het. En, dan op dat moment zag ik ook aan die dikke lobbers die erop afkwam op die halt. Zag ik ook een dierlijke grom die uit hem voortkwam. Ring, ring, hoef. En er stond die lobbers met die halter, zo boven zijn hoofd. En toen zag ik ook een angelieke uitdrukking in zijn gezicht. Van de overwinning en je haalt hem meteen weer neer. Maar je had het geflikt. En toen hoorde ik hem heel zacht. Ik weet niet of hij het werkelijk zei, maar ik hoorde hem nog heel zacht. Hij zei van, hebbes. Triomf, hebbes. Triomf. En zoiets, weet je wel, de sport, kunst en religie. Dat is eigenlijk de combinaties die mijn sport, kunst en religie. Ah! Ah!
Eind 64, begin 1965, kregen we duchtig te maken met het nieuwe fenomeen van de LSD. Steeds meer vreegevochten mensen van mijn generatie gingen het gebruiken. Vooral uit nieuwsgierigheid. We wilden weten wie we eigenlijk waren en wat dat allemaal om ons heen beduidde. We wilden tijdloze, mystieke, kosmische sensaties ondergaan. Want zonder dat leefde je niet echt, dachten we. Ik heb ook eens een keer bijna op de rand van de waanzin en dood gestaan. Dat was tevens mijn laatste trip. Zo'n hellevaart wil ik niet nog eens meemaken. De hel van Dante, Jeroen Bos. Ik vocht met de middeleeuwen. Vrijgelijk geidenkoppen. Afgesneden geslachtsdelen vreters. De volgelijkste bestialiteit. Zeker ogenblik was ik onder in een krocht in het drijfzand geraakt. Ik zat helemaal onder in dat drijfzand en ik ging weg. En ik zag mijn moeder aan de kant daar staan. Mijn moeder. Die komt dan altijd in die, als je doodgaat, denkt, dan komt je moeder alweer naar voren. En die riep van, Juni, Juni, Juni. En ik zag mijn moeder die gewoon een touw naar me. En een plank stak ze me toe en een hand eruit. En ik zakte me verder weg naar het drijfzand. En ik stikte helemaal. En toen zag ik, en bovenin zag ik een reepje blauwe lucht. En toen kwam er iets in mezelf op wat ik dan niet meer kon bedenken. Maar dat was wilskracht, mars, vooruit, vuur, vuur, vuur. En toen schoot ik als een raket omhoog. Viel weer een eindje terug en dan nogmaals vuur, vuur. En toen schoot ik hemelhoog, ontsteeg ik uit die krochten van de geest. En toen wist ik ook, ik stik niet meer. Ik heb die doodscrisis overleefd. En wat heeft mij... En toen, pas achteraf kan je dat pas helder inzien. Maar toen heb ik ervaren de macht van het woord. Dat was bij een galerie van een vriend van mij die een tentoonstelling had. En Simon Vinkenoog en Johnny opende het. En toen zijn we nog wat gaan drinken daarna. En Johnny die zei gelijk tegen mij van na een uur, je bent mijn vrouw. En met jou wil ik de rest van mijn leven doorbrengen tot mijn stomme verbazing. Ik vond hem gelijk heel leuk. Maar niet zo snel dat ik gelijk dacht, hè, ben ik zijn vrouw. Maar ik heb er nog een paar weken over nagedacht en toen zijn we na een maand in Amsterdam gaan wonen in een kraakwoning. Waar leefde je van in die tijd? Nou, nergens van dus. Van je acts, van huis naar huis ging je dan. Toen ik pas met jou in Amsterdam op die kleine Wittenburgerstraat ging wonen, toen hadden we ook geen rode cent. Geld was ook totaal vreemd. Ik ben toen gaan werken. Herbert had natuurlijk verder helemaal geen geld. En kon dus, Johnny kon rustig thuis zitten en dichten en ondertussen boodschappen doen en koken. Toen zaten we het een beetje in dat tijdperk met allerlei goeroes die in Amsterdam kwamen. En dan schreef hij bijvoorbeeld wel, naar aanleiding van zoiets, een gedicht die met die sfeer van die tijd te maken had. Maar de gedichten zelf zijn tijdloos. Tevoren hij gevuld is met een nieuwe lading levenskracht die hem doet jubelen over de vol met kwinkelerende vogels zijn de natuur. Die goudgeel bescheiden wordt door een magistrale, stralende zon. Een magistrale, stralende zon. Een magistrale, stralende zon. Een magistrale, stralende zon. Ik voelde mezelf een soort superpadvinder. Er staan allemaal stralen, zon. En al die mensen ook een stralende zon. En dat ging dan, en die hield ook niet meer op. Die hield niet meer op. En ik kon ook niet meer ophouden. Kom, ik red over laatst van een magistraal. En die mensen weer mee. Dat ging een half uur zo door, gewoon 50 minuten.
En toen was het een pauze, dan zat ze om een koffie te drinken en een biertje. En dan kwam ik een soort foyer kwam ik daar en dan zag ik allemaal mensen helemaal in de war. Die, allemaal vrouwen en mannen. En die liepen allemaal helemaal als vlinders doorheen. Het waren allemaal stralende zon. Helemaal dolgeslagen, op hol gebracht. Toen dacht ik bij mezelf, dit is de magie van de herhaling. Stilte, silence please. Kom toch eens klaar, klootzak. 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 En gelukkig ook dat ik die combinaties heb kunnen treffen in een beetje schrijven, potje schreeuwen dan zijn de tijd. En dan en een beetje exhibitioneren, een beetje praten. En dat je die combinaties hebt, dan als je het ene te veel wordt, dan doe je het andere. Maar, tussendoor veel strandwandelingen en zo. Maar het potje schreeuwen is nu afgelopen. Je bent nu een potje aan het schrijven. Ja, ik ben nu aan het schrijven, ja. Mijn nieuwe boek is uit. Mijn eerste prozawerk. Het heet Mijn kleine hersentjes. Het boek werd ten doop gehouden op een receptie bij mijn uitgeverij De Bezere Bij. Vrijdag 8 december, jongstleden. Het is me altijd opgevallen dat ik een literaire kring vergeleken met hun kunnen ver tekort schiet. Hoe zij snel een brief in elkaar kunnen flansen of zinnen kunnen bouwen. Dan moet ik ontzettend over nadenken om iets van die sfeer te bereiken. Ik heb het schrijven moeizaam moeten leren. Al vanaf het begin heb ik de beperkingen van mijn persoon geweten. Bij de beste verhalen die ik schrijf heb ik eerst het gevoel gehad dat ik niet durfde. Ik spiegel me aan het leven. Mijn tragiek is dat ik nooit heb geleden. Uit mijn boek spreekt geen tragisch levensgevoel, maar een dramatisch levensgevoel. Zomeravond, even na zonsondergang, gaf mijn vader een briljant recital. De piano stond in de achterkamer. De balkondeuren waren open. Vanaf het balkon keek je op een werkelijk aantrekkelijk carré van achtertuintjes die door huizen omsloten waren. In dit lusthof genoten de mensen in de tuinen van de buitenlucht en het prachtige weer. In het spel van mijn vader kregen ze er een speciale genieting bij die zeer op prijs werd gesteld. Het was windstil. De klanken klonken wonderlijk ver door. Zulke sferen moet een Shakespeare bewogen hebben tot zijn midzomernachtsdroom. Toen de laatste noot verstierf, was er voor een moment een korte stilte. De natuur hield zijn adem in. Maar dan, als door de bliksem getroffen, richtten de mensen in het tuintje zich op en brachten mijn vader een staande ovatie. Een enkeling riep zelfs bies, bies. Met een welverdiend glas bier in zijn hand boog mijn vader op het balkon. Verlegen. De band gaat naar huis.
Ik dank je alle hartelijk zeer voor de welwillende aandacht. Want zwaar. Wat ik nu als eerste wil voordragen, en dat het blijft dan ook het enige, is het verhaal wat getiteld is Opium en het einde van de winter. En ik ga dan terug naar 1963. En ik heb het over een bepaalde emotie. Die wel een beetje van toen is, maar alle emoties zijn ook van nu. En alles is actua, durf ik dit verklaren en te zeggen. Silence, please, aandacht. Silence, please, doven en stilte. Ik praat hier 10 minuten en je hebt je bek te houden. Mystificaties. Als ik daar aan denk. Mijn leven is boordevol mystificaties. In het begin van de 60er jaren, toen ik als de zelfkikker opzien begon te baren, kreeg ik etiketten opgeplakt als de oerwildste bosjesman, Johnny de Bosduivel en de schrik van de inbos. En waar ze wat aan me kleefde, werd al ras overtrokken gelegendariseerd. Getuigenreacties als: pas op voor die gek. Hij vreet je ijskast leeg. Hij steekt de boel in brand. Of verkracht je vrouw waar je bij staat. Het merendeel van de mensen die me zogenaamd kennen, weten niet eens dat ik boeken schrijf. Toen ik in die flat kwam, woonde ik in een soort krotje in de Jordaan. En wat een overgang was dat. Ik kwam in een paradijs terecht. Van een ruimte, typische sfeer van de jaren 50 nog eigenlijk. Het is bijna ongelooflijk. Je vrouw en kind, je zit daar in Amsterdam-Noord op een flat, zit je te werken. Je leidt het leven van een schrijver, een vrij geïsoleerd, zelfs misschien eenzaam bestaan. Tot mijn krankzinnige verbazing en verrassing ben ik er opeens achter gekomen dat ik opeens een schrijver ben geworden. Ook met systemen en met... Dus ik heb er iets van, dan zeg ik tegen Yvonne iets van, deze week komt niemand binnen. En deze week ben ik geïsoleerd. Dan ben ik als een hermiet. Schrijven. Want dat schrijven voor mij, dat is zo gestileerd. Daar heb je rust voor nodig, anders kan je niet opschrijven. Dagen binnen, warempel. De tintelende sfeer van bespiegelingen, mijmeringen en overpeinzingen had me weer geheel in zijn greep. In het kleinste kamertje van het huis vervulde ik met mijn gedachten bij enkele van de honderden plaatjes waarmee ik als een kakelbond behang het ruimtetje had opgesierd. Een overdaad aan nostalgie. Gasten die voor het eerst mijn wc betreden, deinzen vaak een moment terug. Ik kan alleen zeggen, student die koos of niet, dat het me soms nieuwe krachten geeft. Al die beroemde overledenen op mijn toilet. En wat zit je aan om die eentonige dag te beschrijven? Wat mij aantrekt is gewoon de ontsnappingsclausule die ik altijd in mijn werk heb geschreven. Dus je moet ontsnappen uit de grauwheid van het bestaan.
Maar bij het, bij het dagboek. Je moet altijd het monotone bestaan afstappen. En ik wil de mensen laten zien dat het monotone bestaan zoveel elementen zitten die zo de moeite waard zijn om van te genieten. Het liep tegen sluitingstijd toen ik met een vriend een bezoek bracht aan de avondwinkel in onze buurt. Een drukte van belang. We sloten ons aan bij de wachtende rij. Hun blikken getuigden van een flagrante ontevredenheid. Ik zeg in mij. Het was Harry Jansen die ze beklag deed over het wonen in Noord. Er deugde niks van. Tussen die blokken dozen valt niet te leven. Dat zijn vrouw overspannen was, weet hij aan de milieuvervuiling. Ik werd beroerd van zijn galamantier. Koop een fles wijn en ga de tango met haar dansen, zei ik. Je vrouw is overspannen geworden van jouw geklets. Hun gezichten klaarden op. Een onverwachte run op het wijnrek. Bevestigde de macht van onze woorden. De tv-show met vanavond onder andere Johnny van Doren en Jules Deelder. En misschien weet u het al over wie ik het heb. Over Johnny van Doren en dat andere fenomeen in de Nederlandse schrijverswereld, Jules Deelder. ...tractatie mogelijk gemaakt. Wat maken haar deze dokter? Hij komt er niet uit. U misschien. U moet ze gewoon proeven, die jongens van dit. Een onbegrijpelijk lekker zootje. Maar waar smaakt het toch naar? Ik zie Reven nog niet zo gauw een Zeeuws meisje aanprijzen. Allicht, omdat hij kan leven van zijn boeken. Jij ook? Kan je ook leven van je boeken? Nee, dat net niet. Ik hoop bij de grote gouden middenboot van de literatuur. Wij hebben het moeilijk. We krijgen wel af en toe subsidie, maar dat kan je niet vergelijken bijvoorbeeld met de subsidie die beeldende kunstenaars krijgen. Hoeveel subsidie is dat dan? Dat gaat je geen bliksem aan. Dat dacht ik al. Johnny van Doren. Proberen te leven van de pen. Dat betekent, ze lijkt mij gewoon, even zwaaien met mijn nieuwe boek. Het komt er in feite op neer, dus als je tijd zit te schrijven en je komt niet in de openbaarheid via een radio of via de televisie, dan wordt al heel snel gezegd, waar is hij gebleven? Waar is die zelfkikker gebleven? Hier is hij, gelukkig in de asfaltjungle van de grote stad, maar ook in het groene woud of het glooiende koren, Johnny van Doren. Johnny, jij hebt toch ook, als ik me goed heb voorbereid, heb jij ook in het eerste kleurenprogramma van Willem Duis gezeten? Ja, dat was voor Duis heel cryptisch. Ja, want Duis vroeg wat ik was. Ik zei dat ik was postseksueel. Nou. Waarop Duis vroeg seks over de post. Om mijn hoofd heen zit een televisieluikje. Dan zeggen ze mensen, het gaat toch goed met je? Voel ik mezelf helemaal niet goed. Ik voel voortdurend het dood. Hè? Ik denk, ik leef nog maar een maand of twee maanden. 100 keer hoor je hetzelfde. Lang, lang geleden leefden in het woud vele, vele kabouters. Oh, kabouter, u maakt hier een fout. Fout? Wat fout? Dat kan niet wat u zegt. Er bestaan geen kabouters. Oh. En ik dan? Ja, dat is heel wat anders. Ik vertel nooit meer iets. Helemaal niet meer. Nooit meer. Horen jullie? Ei, horen jullie? Vertel nooit meer iets. Nooit meer. Helemaal niet. Oh. Oh. Nou, heel vreemd programma dat hier deed. Ik denk dat het met genoegen aan terug. Ik heb er zelfs heenwee na. Het zijn ongeveer 20 rollen, denk ik, die ik wel heb gespeeld. Volstrekt tijdloze sfeer. Ah.
bla, nietwaar? Bij wezen van goed, hè? Een meisje, nietwaar? Ik heb zojuist een kijkje genomen in het niemandsland. Maar er was geen zon of maan te bekennen. Alles was ter kimme. Bouwen, bouwen, bouwen. Hopende u hiermede van diensten zijn geweest, teken ik met de meeste hoogachting. Begrijp je? Johnny van Doorn als Praalhans op het toneel met Sherry Duins en Armando. Hier Johnny van Doorn als zichzelf in Amsterdam-Noord op weg naar een café naar keuze. Hij is een drukbaasje op dit moment. Volgend jaar gaat hij een one-man-show opvoeren. Wekelijks houdt hij een dagboek bij voor de VPRO. Hij leest voor in select gezelschap. En hij schrijft boeken die steeds meer gewaardeerd worden. Ik denk dat de laatste, de eerste twee proza-boeken, dus die vooral over de jeugd gaan. Die andere boeken, waar de humor nog steeds niet uit het oog wordt verloren. Maar toch iets serieuzer facetten met zich meekrijgen. Dus de dood er meer in door gaat gluren. Ik ben nu opeens achtergekomen dat mijn eerste boek eigenlijk ook naar de dood doorheen gluurde. Maar dat kan je alleen maar zien in die verhouding met al die vijf prozaboeken die ik heb geschreven. Daardoor koester ik die vijf boeken ook zo graag en daar breng ik ze ook in een show naar voren. En die boeken die verkopen ook allemaal. Te bloeien. Dus ik ben met een onderneming begonnen, dat had ik eerst niet in de gaten. Na het derde boek kreeg ik in de gaten dat die onderneming doorgezet moet worden. Het verhaal bestaat gewoon uit dagboeken, dus de sfeer van 10:30, koffie verkeerd of zeg maar iets. Door de weken heen dagboeken. Als een heertje slenter ik weer met mijn zakenkoffer langs de Slotaplas. Plotseling duikt er achter lage struweel een ventje op. Een plaaggeest van een jaar of 14 die naar mij roept. Hé, daar loopt een dikke junkie in zijn mooie pak. Waar heb je dat pak gestolen, dikke junkie? Hij blijft mij achtervolgen, zeggend. Dikke junkie, dikke junkie. Een karikatuur van een Pietje Bel die voor geen ophouden weet. Dikke junkie. Het wordt me te veel. Ik kan het niet nalaten naar het kereltje terug te roepen. U bent abuis, jongeheer. Zeer abuis. Immers de laatste dikke junkie is de baas van de luchtmacht in Nazi-Duitsland geweest. Hermann Göring. Göring, dat was de laatste dikke junk. Doe je huiswerk, hè? Ja. Ik vind het leuk om op te treden in de Kleine Comedie. Om daar een show te geven. En die ijdelheid heb ik wel zeker. En ik vind het leuk als ik mag buigen. En dat vind ik allemaal enig. Ik vind het leuk als ik een mooi boek heb geschreven. Maar voor de rest, als ik nou bijvoorbeeld over een half uur is in mijn kop krijg, klak, klak. En die elektriciteit is weg. Ik krijg een hersenbloeding, dan vind ik dat niet erg. Daar ben ik niet meer bang voor. God, alles ogen vallen van me weg. Ik merk dat ik weer plosjes op mijn wangen kreeg. Dat heerlijke, rozige gevoel. Tintelend.
baldadig tintelend. Rozig als voorheen, zoals vroeger. Ergens heb ik ook gelezen, jij vindt herfst mooier dan de lente. Lente maakt mij melancholieker, weemoediger dan de herfst. Herfst geeft mij het idee van vitaliteit en van levensvreugde. Terwijl ik toen ik jong was, de lente mij dat gaf. Ik geloof dat de goede schrijver met de tragicomedie altijd bezig is. De tragicomedie des levens. Dat die altijd te maken heeft met het geluk, de energie, de vitaliteit van het ogenblik en de verhankelijkheid. Zo eenvoudig ligt het. Je moet proberen altijd dingen op te schrijven die, als schrijf je op iets van 25 jaar geleden, heb ik vaak de indruk dat het soms de dag van gisteren is. En soms heb ik wel eens de indruk dat iets van gisteren 25 jaar geleden is. Dus dat maakt niet veel uit. Je moet over dingen schrijven als ze maar tijdloos zijn. La feuille morte. 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 Vrijdagnacht is de dichterschrijver Johnny van Doorn gestorven. Hij was 46 jaar. Voor de VPRO was Johnny van Doorn onlosmakelijk verbonden met de televisiereeks Herenleed. In het afgelopen jaar kondigden de schrijvers van Herenleed, Sherry Duins en Armando aan, dat Herenleed zou eindigen. Met de dood van Johnny van Doorn is het een afscheid voor eeuwig geworden. Van Johnny van Doorn leeft. Onder dat motto brachten vrienden, collega's en fans vanmiddag in het Vondelpark een hommage aan de in 1991 overleden dichter. Ik heb eigenlijk nooit goed geweten wat Herenleed voor Johnny betekende. Tot Johnny gestorven was en Armando en ik naar zijn huis zijn gegaan. Simon Vinkenoog heeft de eerste Johnny van Doorn prijs gekregen. Ik had liever een levende Johnny van Doorn gehad dan een prijs naar hem genoemd. En daar zag ik tot mijn grote ontroering een hele wand in de gang vol met Herenleedfoto's. Ja. Yvonne van Doorn, die reikt de prijs ook uit aan jou. Ja, er wordt een plein naar hem genoemd. En ook... Maar nooit overwogen om een andere iemand als de derde erbij te vragen? Oh nee, dat, nee, zeg, dat niet. Zeg ik niet. Nee, 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 nee. Johnny is onvervangbaar. Let's go.